ja, als de eerste mensen al komen vragen wat we aan het doen zijn, of dat buren ook een klimmertje willen gaan zetten, dan is de inspiratie al gelukt, toch? Ja, dat wou je. Ja, dat vind ik leuk. Dat is gelukt, ja. In 12 Stekjes Groen help ik mensen die van hun bescheiden buitenruimte een groene oase willen maken. Ze weten niet waar ze moeten beginnen, dus samen met de bewoners ga ik aan de slag om hun stekkie duurzamer, groener en comfortabeler te maken. Vandaag ga ik langs bij Josephine. Josephine woont in een nieuwbouwwijk in Eindhoven met donkere stenen en heel weinig groen, waardoor het zomers extreem heet is en heel lawaaierig. Ze wil heel graag haar voortuin vergroenen en daarmee een trend zetten in haar wijk. En ik ga haar daar vandaag bij helpen. Hallo. Hi Josephine. Hallo. Zo. Nou, daar ben ik. Ik kom van jouw tuin, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, zullen we even kijken buiten? Ik heb de zon besteld. Ja. Vertel eens, wat zou je graag willen? Nou ja, toen ik hierin kwam, toen bood iemand aan om er tegels in te leggen. Dat leek me toen wel makkelijk, maar ik vind nu wel heel veel grijs. Ja. En ik heb dat geprobeerd een beetje te doorbreken met wat potten, maar het is geen geheel. Dus, ja, dus dit is wat je alvast gedaan hebt? Ja, dit is wat ik met mijn beperkte groene vingers voor elkaar heb gekregen. Ja, ik zie inderdaad heel veel stenen. Het is ook nog een donkere steen, hè? Ja, in de hele wijk. Dus daar vind ik ook wel best hard overkomen. Ja. Ja. Nee, inderdaad. Je voelt het er ook gewoon 's avonds dat die muur nog heel veel warmte afstraalt. Ja. En hoe zit het met het geluid? Ja, dat klinkt heel hard, want je ziet wel dat bijna iedereen heeft heel veel tegels in zijn voortuin. Alles weer kaatst. Ik hoop eigenlijk als je planten hebt dat het geluid wat meer oppakt. Ja, dat klopt hoor, want die bladeren, dat groen, dat dempt het geluid. En ik zag aan de overkant, ja, ik zie het nu niet meer, maar hadden ze klimmers zo tegen het huis aan. Dat vind ik ook heel gezellig. Ja, ja. Dat leent het zich natuurlijk ideaal voor. De hoogte is er wel. Ja, dan moeten we wel iets maken waar het in kan klimmen. Eigenlijk de meeste mensen kennen alleen maar klimop, hè? Van klimmen, klimop. Ja. Maar dat is best wel intens, want dat gaat, als het eenmaal ergens zit waar je het niet wil hebben, dan krijg je het er bijna niet af. Ja, dan heb ik achter in de tuin. Ja. Ja. Maar er is natuurlijk nog veel meer dan klimop. En wat zou je nog meer willen dan? Want je hebt hier wel olijfboompjes al staan. Dus voor mij mogen die wel ergens terugkomen, maar hier bijvoorbeeld deze rij met de stoep, ja, dat vind ik ook nog wel heel open. Er is heel veel loop. Ja. Ik zit veel thuis te werken, dus dan mag ik wel een beetje de inkijk beperken en ook wat groener. Een beetje privacy. Ja. Nou, dan gaan we wat moois maken, gaan we spullen pakken. Oké. Een mooie voor jou. Als jij kan proberen om jouw schep er ook tussen te zetten, dan ga ik hem omhoog halen en dan moet jij hem eigenlijk vasthouden. Nou, de bestrating loopt af. Dus als hier water opvalt, dan stroomt het eraf. Dat betekent ook dat die tegels kunnen gaan bewegen. Dus ik ga hier een bandje stellen, een opsluitband. En die ga ik ook verlaagd zetten, zodat als het water over de tegel stroomt, het ook over het bandjes in de borden stroomt. We gaan een wandelende bamboe planten. Dat betekent dus dat die uitlopers maakt en dus de tuin doorkruipt. En we gaan het opsluiten met wortelbegrenzer, waar die bamboescheuten niet doorheen kunnen. Is hard gewerkt. Ja, we willen daar natuurlijk ook wat gaan planten. Ja. Klimplanten. De meeste mensen kopen een klimplant, zetten hem er tegenaan met stokje en al. En dan laat ze het zo. Uh-huh. Maar ik wil eigenlijk een heel klimwerk gaan maken daar. Oké. Dus ik heb schapenhek gekocht. Dat is een draad met kastanjehouten latjes ertussen. Dus eigenlijk is het een hek. Oké. Helemaal goed. Klimrekje voor de planten staat. Nou, dan gaan we planten. Oké. Ligt allemaal in de kar. Echt waar? Je hebt alles al bij je? Ja. Oh, ik ben benieuwd. Ik heb mijn wagen vol geladen. Ja, dat heb ik zeker. Gaaf. Ja. Herken je wat? Ja, dit is de bamboe. Ja. Die ken ik. Ja. Jeetje, past dat allemaal in één voortuintje? Ik weet niet, we gaan het proberen. Okay, ik hoop het. Ik ook. Ja. Ja, nou, goed, dan was het idee. Dus, Dan geef ik deze aan jou. Ja, je wilde graag ook
de buurt een beetje inspireren, toch? Ja, dat zou dus wel leuk zijn. Dan kun je zulke plantjes aankomen. Er zijn echt zoveel voortuinen hier met alleen maar tegels. Dat ik hoop dat mensen gewoon zien van wat dat met je huis doet. En hoe leuk het thuiskomen is elke keer als het gewoon zo een jungle is. Ja, heel vaak worden die tuinen ook helemaal met wit zand opgeleverd. Ja, klopt. Dus als ze daarom vragen, dan is het eigenlijk handig om te zeggen van nou, ik wil daar een pad, daar wit zand. En daar een terrasje, maar de rest eigenlijk gewoon ja, met zwarte grond laten het liefst. Hè? Want als je wil gaan planten, anders moet je al dat witte zand weer eerst afgraven. Oké. Het is dit jaar, of deze maand, 30 jaar geleden dat mijn moeder overleed. Mm-hmm. En dat is haar plant. Oh, ja. Dus die heb ik eigenlijk heel vaak ergens gehad, heel lang mee verhuisd. Ja. En nou komt die gewoon zo vanzelf mee. Dus ja, dat doet me wel wat. Vind ik echt heel gaaf. Ze kunnen niet hier, want ze houden niet van volle zon. Ze moeten een beetje in de schaduw, dus we gaan ze onder die bamboe zetten. Hé hey Martin, waar is je koffie? Oh, lekker. Dankjewel. Heel goed. Zo. Nee, is een prachtige dag. Ja, lekker. Ja. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik begeleid gezinnen waarin een ouder of kind gaat overlijden. Ja. En eigenlijk vanaf het moment dat ze weten dat er iemand niet meer beter wordt, tot en met de uitvaart en vaak nog een tijdje daarna. Ja, wat bijzonder. En hoe ben je daar zo terechtgekomen? Ja, eigenlijk begon dat al heel jong in mijn leven. Dat er zo wat in mijn puberteit mensen overleden. En dat ik dacht, goh, daar ga ik ooit eens iets mee doen. En dat kwam ook later zo op mijn weg. Een van de beste vrienden van mijn broer die overleed op een festival in het buitenland. En heel onverwachts. En die haalden we terug naar Nederland. En ik dacht, als dit een aula-dienst wordt met sprekers achter een microfoon, dan denk ik dat ik nooit meer slaap. Dat hij bij mij komt kloppen en zegt, je hebt niet goed opgelet. Dus dat werd een uitvaart met zijn kist in het midden. En muziek, hapjes. We hebben een beetje festivalsfeer. En er waren drie momenten waarop je de microfoon mocht pakken en het woord mocht voeren. Oh ja. Dat paste bij hem. Doe dit inmiddels 14 jaar, dus veel mensen kennen me. En dan heb je of de buurvrouw, of de oom, of de tante gedaan. En voor een jongetje van 8, die hier vlakbij woonde, zijn ouders wilden geen afscheid, die wilden het applaus. En dat werd het applaus voor hem. En daar kregen de kinderen eerst zijn favoriete drankje en popcorn in hun handen. Mm-hmm. Iedereen kwam in zijn lievelingskleuren. En door het verdriet heen werd het toch een feestje. Oh ja. Ja, je kunt niet om het verdriet heen hè, als een mannetje van die leeftijd sterft. Hm. Maar je kunt wel zorgen dat er heel veel warmte en liefde zichtbaar en voelbaar bij is. Ja. Daar doe ik graag aan mee. Ja. Het is ook heel dankbaar werk, lijkt mij. Ja, meestal wel. Ja, toch? Even mijn koffie drinken en dan gaan we verder. Helemaal goed. De bamboe kan de grond in en ook de klimmers kunnen geplant en vastgemaakt worden aan het schaafwerk. Niet te strak aanbinden, want anders dan knel je die plant af. In de border plant ik hogere planten en struiken om de inkijk in het huis te verminderen. Elke keer als ik buiten kom is het nog groener. Leuk. Ga je van koken? Ja. Ja, gebruik je rozemarijn? Ja, op de focaccia. Ja. En mijn dochters maken daar een of ander haarwater mee. Het is goed voor hun krullen. Nou, dat kan ook nog. Ja. Dan heb je hier onderin wintergroen. Okay. En dan bovenin dan gewoon de takken van de blauwe regen. En de laatste. Ja. Want het liefst had mijn moeder de blauwe. Oh ja. Maar ja, dat kan ook geloof ik dat ze in de grond gaan verkleuren. Het ligt aan de soort grond. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Je kunt ze blauw maken. Een beetje aluimpoeder voordat de knoppen gemaakt worden. Ja. Dus dat kan je in de winter doen. Niet te dik, want het is vrij scherp. En dan kleuren die bloemen echt helemaal naar paars en blauw. Okay. Dus dat kan je nog proberen. Ga ik onthouden. Ja. Nou, we hebben veel geplant. Ja, zeg dat. De eerste mensen al komen vragen wat we aan het doen zijn of dat de buren ook een klimmertje willen gaan zetten, dan is de inspiratie al gelukt, toch? Ja, dat wou je. Ja, dat vind ik leuk. Dat is gelukt, ja. Ja, die bamboe wordt gigantisch, dus dat gaat wel goed komen. Ja, en voor het najaar, voor het onderhoud, eigenlijk hoef je niet zoveel te doen. Oh.
De hortensia's moeten uitgroeien, de bloemen knip je eruit, uitgebloeide bloemen in het voorjaar. En dat bodembedekkertje, wat helemaal uitgroeit, er wordt één tapijt met gras. Okay. Kun je ook na een paar jaar, als je denkt van nou, ik wil weer mooi fris groen blad, yeah, knip je hem in het voorjaar kort. Helemaal terug. Ja, en dan loopt hij weer heel mooi uit. Okay. En de rest van de planten, ja, nee, het moet gewoon even lekker groeien. In het voorjaar de lavendel terugsnoeien en de roos. Dus eigenlijk voor het najaar heb je een makkie. Nou, daar hoor ik graag. De dus, blaadjes een beetje in de borden vegen. Ja. Voor de vogeltjes. Echte metamorfose. Ja? Ja, vind ja, ik blij wel. Mee? Ja, ik ben echt super blij en verrast. Nou, leuk om te horen. Echt, En dan ga lekker van genieten. Gaan we doen, ja. Groen hoeft niet veel werk te zijn. Ik hoop dat Josephine's nieuwe tuin haar buurtgenoten kan inspireren ook te kiezen voor groen. Check de volgende aflevering en zie hoe Esther ook zonder tuin haar buurt vergroent.